Jelmer Hagen, die is creative director bij Villain Studios. En Funs Jacobs, die is category lead gaming bij Media Monks. Heren, kom vooral aan tafel. Welkom, welkom. Nou, zoals gezegd, het is metaverse voor de mediawereld. Ik ben gaan zoeken, jongen. Er is nog niet heel veel, er zijn niet veel grote Nederlandse mediabedrijven, zijn natuurlijk allemaal mee bezig, die al concrete projecten hebben, waardoor ik dacht van, kom, die haal ik binnen. Ik heb geprobeerd de avatars van Talpa binnen te halen, want die zijn zich natuurlijk wel een beetje aan het voorsorteren op een virtuele ster, kan ook een ster zijn. Oké, wat kan je dan met die assets online allemaal doen? Je kunt je op dit moment nog aanmelden om die opnames van de avatars bij te doen. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Maar wie doet in de mediawereld nou al iets mee? Nou, we zijn heel blij met Jelmer van Villain Studios. Jullie doen iets heel specifieks, ga je ons zo over vertellen. Ja. En Funs, ja, Mediamonks is al geen Nederlands bedrijf meer natuurlijk. Dat is gewoon gigant. En jij bent dus ook betrokken bij hele grote projecten over de hele wereld. Daar gaan we het zo over hebben. Laten we beginnen met Jelmer. Villain Studios. Ja. Makers van films, documentaires, et cetera. Maar ja. Voor Web 3. Nou, wat betekent dat nou? Wat is dat voor een... Wij zijn eigenlijk gewoon een ouderwets... ouderwets, maar wij maken zeg maar gewoon ouderwetse content in die zin dat we longform documentaires maken, premium documentaires. En ons bedrijf richt zich echt op digital only, dus op streamers. Maar digital only, ja, dan kom je ook met Web 3 partijen in aanraking. En ja, die willen ook... Ja, maar even Web3-partijen. Wie zijn de godsnaam Web3? Ik heb wel niet idee. Een Web3-partij is dus waar wij dan mee werken. Een partij die helemaal funded, crypto-token-funded is. En met een percentage van die winst van die crypto's filmmakers financiert. Dus er, zijn echt een, er zit een blockchain achter hoe zij zeg maar partijen als ons funden. En zij vragen gewoon... content, in die zin ouderwetse content qua een documentaire waar je langer dan vijf minuten naar kan kijken. We maken voor hun een zevendelige serie, 30, 40 minuten per aflevering. En dat wordt dan tentoongesteld in hun metaverse. Zij noemen het de Cineverse, dus dat is een cinema in hun metaverse. Maar ja, volledig token-driven. Dus dan is het Web3. En wij zijn gewoon een partij die voor hun werken, maar ook voor de grote streamers hier in Nederland en in het buitenland. Laten we even kijken, want we hebben een korte video eerst. Dat is een beetje de promo-video voor wat jullie gemaakt hebben. What are the risks? There's internal risks, but there's also external risks. What could be the risks? I think having Bitcoin as legal tender, even though nobody has done it before, it was a no-brainer. It's always been our dream to introduce people to Bitcoin and to show them the opportunities that would come with it. Acá tenemos la mayoría de clientes que pagan con Bitcoin. Where else in the world is this happening? I get emotional thinking about it. Other leaders around the world are thinking about how do we regulate this? How do we stop this? Bitcoin goes up and Bitcoin goes down. That is a problem that the Ministry of Finance is going to be wrestling with. I do not believe that El Salvador accepting Bitcoin is going to work. Yeah, you could get some people angry. They haven't been so good to us anyway. It is inevitable. You can't stop Bitcoin happening. Nou, dit was inderdaad, je zult maar degene zijn die het hele land meegenomen heeft in Bitcoin. En dan nu is niet de beste tijd, zal ik maar zeggen. Nee, nu niet. Wij waren hier augustus of juli 2021 om dit te maken. En in september werd het zeg maar officieel aangekondigd dat het Bitcoin als een wettig betaalmiddel of in ieder geval een legal tender daar startte. Wij zijn gewoon verhalenmakers. Wij krijgen de opdracht om dit verhaal te gaan vertellen. En wij proberen zeg maar zo'n verhaal zo goed mogelijk weer te geven met verschillende kanten van de sprekers. Want op zich het verhaal zelf... Het gaat over crypto, Bitcoin en El Salvador, maar het is een traditionele documentaire. Het is een traditionele documentaire, zeker. Ja. Volgens mij is deze ook te zien op een YouTube ook nog, maar ook dus op hun Cineverse. En omdat dit eigenlijk succesvol was, zijn we een zevendelige serie aan het maken over allerlei verschillende onderwerpen in de blockchain-wereld, zeg maar. Metaverse, NFT's, maar we gaan ook bijvoorbeeld naar Nigeria om daar te kijken naar de crypto-wereld. Maar het is een mainstream documentaire. Ja, maar er zitten dus twee bijzondere dingen aan. Het ene is de crypto-basis die gebruikt wordt om dit te financieren. Klopt. Dat een nieuwe manier van financiering.
kan worden, bij jullie al is, maar daar zijn natuurlijk wel gedachten over van hoe kan je als individu meebetalen aan hetgene wat je gebruikt als je op deze manier met crypto om kan gaan, met NFT's of wat dan ook. Een aandeeltje koopt in wat er gemaakt gaat worden. Ja. Maar ook waar het te zien is. En ik denk dat we daar ook een video van hebben. Zeker. Even laten zien, die Cine Metaverse. Waar dit te zien. Ja. Worden, maar ook de metaverse is de blauw en paars. Dat is eigenlijk de... Precies, ja. Heel veel van de esthetiek die op dit moment door die mensen gebruikt wordt, ik ga die kant op. Hè? Dus een beetje nooit van een hele mooie Tuschinski-zaal waar je... Nee, het is een blauw en paars. Maar misschien wel leuk, om te, ik bedoel, wat zij dus doen is, zij hebben daarnaast, dat ze dus de metaverse, de Cineverse hebben, hebben ze hun eigen crypto-coin en dus een percentage van de winst daarvan gaat in een fonds. Wat zeg maar beschikbaar wordt gesteld voor filmmakers, documentairemakers, contentmakers wereldwijd. Daar maken ze een soort van de originals van. En aan de andere kant hebben ze MSeeds. Dat is eigenlijk een soort van YouTube-versie waarbij iedereen kan daar content op zetten. De kijkers krijgen tokens en de makers krijgen tokens. Ja. Dus van beide kanten zeg maar, krijg je daar iets van. Dus ik vond dat, wij vonden dat gewoon als bedrijf een hele interessante partij om voor te werken. Waar zitten zij? Want we hebben het over een partij, maar hoe heet de partij en waar komt dus, M-Content heet de partij. Ze zitten in Dubai. Ze opereren vanuit Dubai, maar ze zijn gewoon wereldwijd. Kan je zeg maar hun applicatie bekijken en downloaden. We hadden dus twee documentaires gemaakt. Die waren afgerond van die 7-delige serie. En twee daarvan werden hier in Dubai. Hadden we dus een Cineverse première. Wat wel best wel bijzonder was, is dat onze documentaires op het strand daar de headsets op, de VR-headsets, zodat je in hun Cineverse zat. Waren mensen dus gewoon een uur lang aan het kijken naar onze documentaires. In een bril waar je. Ja, je kijkt uiteindelijk gewoon in zo'n, als je eenmaal in een cinema bent, naar een 2D-voorstelling. Ja, want de film zelf is gewoon... Precies, is gewoon 2D, ja. Funs, we gaan even met jou praten. Funs Jacobs, Catrolead Gaming, dus je komt heel erg van de gamewereld, maar bij MediaMonks. MediaMonks doet van alles en nog wat. Jullie zijn ook al druk bezig om voor allerlei opdrachtgevers metaverse-achtige ervaringen te creëren. Kun je een beetje vertellen waar we het dan precies over hebben? Ja, dat verschilt heel erg. We doen inderdaad echt van alles. We zien de metaverse is inderdaad een soort een verzamelnaam voor van allerlei ontwikkelingen, technieken. En inderdaad een next step in the internet, een evolution of the internet. Waarbij dus ook de nieuwe experiences worden gecreëerd. En de mogelijkheden daarin, zoals net al werd genoemd, zijn wat dat betreft oneindig. En die vraag wordt bij ons vaak neergelegd. Het is natuurlijk... Het is absoluut een buzzword op dit moment. Dus we krijgen genoeg belletjes van... Hey, we willen ook wat doen in de metaverse. En dan... We willen wat doen in de metaverse. Ja, dat is letterlijk een beetje de, af en toe de vraag die we dan krijgen. Denk ik, er zijn letterlijk zoveel mogelijkheden als weet ik veel, frietjes op de aarde. En dat is een proces waar we daar eerst ingaan van... Wat wil je bereiken? Met wie wil je praten? Wat voor experience wil je bouwen? Wat is als iemand jou als MediaMonks medewerker vraagt van wat is de metaverse? Hebben jullie daar dan een soort cursusje metaverse voor jullie klanten? Van wij vinden dat dit de metaverse, dit niet. Kun je daar iets over uitleggen? De eerste slide is altijd, het is het meest gebruikte woord op het internet. Maar er zijn, als je 6 verschillende mensen vraagt, zijn er ook 6 verschillende uitdrukkingen. Wij zien het inderdaad als virtualisatie van het internet. We zagen het in het filmpje van Meta al voorbij gekomen. Het internet was 2D. Hoe ziet het 3D eruit? Of
Hoe wordt het meer immersive? En ook echt een volgende stap in de digitalisering van ons leven. En dat is, u gaf het zelf al aan, COVID en die 2 jaar thuis heeft dat absoluut in een versnelling gebracht. Ja. En daarom is het zo hard gegaan en is het nu zo ontploft. Maar wij beginnen inderdaad altijd wel met dat educatiestukje. Omdat mensen plakken overal nu maar een metaverse-sticker op. En ja, dat is de vraag. Is inderdaad, ook vaak stellen we die vraag eens terug van wat is voor u of uw klant de metaverse? En dan proberen we daar ze mee te nemen op die journey om uiteindelijk tot een mooi product te komen. Want je hebt we hebben het al eerder over gehad, maar je hebt de wereld van VR-ervaringen die al lang bestaat. Je hebt de wereld van games, waar ze ook door 3D-werelden gaan. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een project waar je een 3D-wereld gebouwd hebt, speciaal voor een opdrachtgever? Ja, dat verklaart ook even de reden dat ik als category gaming zoveel betrokken ben bij dit verhaal. Inderdaad, in gaming zeggen we doen al metaverse dingen voor de afgelopen 20 jaar. En avatars, digitale werelden, noem het op. Maar we bouwen ze inderdaad ook zelf. Een voorbeeld daarvan is Complex Land. Wat we gemaakt hebben voor het netwerk Complex. Misschien bekend van YouTube en Instagram. Groot mediaplatform uit de US. Zeer gefocust op street culture en street fashion. En die hadden eigenlijk een festival. Of die hebben elk jaar een festival. Waar ze de vetste merken bij elkaar brengen in California. En die doen daar live sneaker drops en kleren en noem het maar op. En toen kwam COVID en toen was van, we kunnen het niet meer doen. Wat kunnen we eventueel digitaal doen? En toen hebben we Complex Land voor hun gebouwd. Wat dus eigenlijk van scratch gewoon een complete online wereld is. Waar je met je avatar naar het festival gaat. Okay, even de stap. Toen hebben we Complex Land gebouwd. Wat is het dan? Heb je een game engine gebruikt? Hoe bouw je dat? Dit was een WebGL experience. Dus het is niet 3D. Of tenminste, het is niet VR. Het is wel 3D. Wel 3D op een website waar je doorheen kan bewegen. Ja. Je maakt je eigen avatar. Je kan foto's maken, selfies maken met vrienden. Je kan games spelen. Er zijn live drops. Het is een e-commerce platform uiteindelijk. Dus je kan ook echt daadwerkelijk kleren kopen. Net als inderdaad het echte festival. Er waren kleine optredens en we doen het dit jaar voor de derde keer. Of hebben we het net gedaan eigenlijk voor de derde keer op rij. Het was een groot succes. Hoeveel mensen komen dan online erop af? Ja, honderden duizenden. Het was echt bizar. Er werd $1 miljoen dollar aan producten verkocht in de eerste 24 uur van het platform. Dit was het eerste jaar. Is echt, dat was voor hun wel een eye-opener. Voor ons natuurlijk ook. Het was een mooie. Het is definitely. Nee, is het dan, want jullie hebben heel veel grote adverteerders en brands en zo als klanten. Gaat er een wereld ontstaan waarbij iedereen zijn eigen metaverse hoekje heeft? Jouw klant heeft dan een cinema-achtige versie en zij hebben dan weer een festival website. Ik geloof daar wel in. Ik denk dat er, we zeggen net al sport. Sport vraagt als een experience hele andere dingen dan bijvoorbeeld een fashion show of whatsoever. Dus waarom alles dan proberen in één dezelfde omgeving te bouwen als je beter specifiek een experience kan bouwen voor een specifieke need, zoals sport of fashion. Nogmaals, er zijn twee hele verschillende dingen. En dat is het. Dus ik zie dat wel gebeuren. Ik zie dan ook wel gebeuren dat er. Je hebt natuurlijk al, er zijn allerlei online werelden, die Decentraland noemden we al, en de Roblox. Er zijn heel veel online werelden bestaan al. Dat mensen daar dan gewoon heen gaan, want zelf een wereld bouwen is nogal veel werk. Ja. Of dat je inderdaad een soort makkelijk aanpasbare werelden hebt die de hele tijd van plek verschuiven. Dat absoluut. Dus er zullen er werelden komen waar je specifiek als brand een bepaalde activatie kan doen. Of juist specifiek een fashion show kan uitvoeren. Ik denk het wel. Ik denk niet dat het beperkt gaat worden. Kijk, het ultieme is natuurlijk. Als jullie twee nou zouden zeggen van, om een beetje te snappen waar het over gaat, zou je deze 5 plekken moeten bezoeken om te snappen hoe het werkt. Wat zou je dan zeggen? Waar moeten mensen eens gaan kijken? Gewoon om een beetje. Ik zou beginnen in de games. Ik denk dat. En dat is Fortnite, Roblox. Fortnite, Roblox. En dat is puur om aan te tonen wat er al allemaal gebeurt en hoe digitaal de levens van Gen Z en jongere generaties al is. En Gen Z heeft gewoon verjaardagsfeestjes in Fortnite. En zij zien nog geen verschil tussen een fysieke experience of een online experience. En die dingen gebeuren gewoon al. Dat doen miljoenen kids, miljoenen mensen. Dus ik zou daar beginnen. Maar ik denk ook dat het. Decentraland Sandbox zijn leuk, maar het is niet hoe het uiteindelijk over 5 tot 10 jaar gaat zijn. Absoluut. Dat is echt het begin. Heb jij tips waar je zou moeten beginnen?
Tips? Nou ja, misschien niet per se een tip, maar wat ik wel bijzonder vind, is dat je wat wij hebben gemaakt, dat je daar dus lang naar kan kijken. Omdat het gewoon uit ouderwetse soort van 2D-scherm is. En dat je dus ook gewoon qua hoofd, als je normaal in een 3D-wereld zit, dan ben je op een gegeven moment best wel uitgeput qua hersenactiviteit. En hier kun je gewoon eigenlijk gewoon ontspannen. En je wil ook natuurlijk ergens naartoe waar je dus kan ontspannen en waar je gewoon informatie tot je kan nemen, in plaats van constant actief bezig te zijn. Dus dat vond ik interessant hieraan. Ja, ja. Het is ook een medium waar op een gegeven moment een andere lean-back-modus kan ontstaan. Precies, ja. Dat je na je werk, je dagelijkse werk, dat je zeg maar thuis komt en dat je denkt, nou, ik wil heel even ontspannen. En dan dat dit ook een plek kan zijn, in plaats van heel erg actief ergens mee bezig te zijn. Ja, en daarom denk ik ook dat we werelden krijgen zonder al die blauw-paarse, flitsende science-fiction vooruitkijken. Ja. Maar inderdaad, geef me een park. Ik wilde één project nog heel graag met jou bespreken. Dat hebben jullie in Roblox gedaan, dat was die Music Breakers Award. Kun je daar nog wat over vertellen? Ja. Ja, we hebben samen met Logitech de eerste Music Awards in de Metaverse georganiseerd. Vorig jaar had het gewoon in Roblox geheten. Ja, daarom dacht ik, mijn persoonlijke job is ook echt veranderd van inderdaad gaming naar, nu is Roblox geen game, maar een Metaverse. Daar zijn de meningen ook over verdeeld, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het gaat om de experience. Het gaat om het digitale experience brengen voor een doelgroep die heel moeilijk te bereiken is als je ze eigenlijk niet in een game bereikt. Dus we hebben daar een samenwerking met Logitech een Music Awards gehouden. Er waren optredens van onder andere Lizzo. 6,5 miljoen gebruikers hebben kunnen kijken naar die experience. En ja, het is interactief. Het is, mensen kunnen hun zelf rondrennen. Het is... Nogmaals, het is voor die generatie gebouwd en het was een groot succes. En is Lizzo dan te zien als Roblox-blokje of is zij wel degelijk in full video? Nou, geen video. Het is wel echt allemaal gamified. Het is echt een game. Je zit gewoon alleen maar in een game. Het is een avatar, ja. En het was echt leuk. Ja, maar 6 miljoen zeg, jezus. Ja. Heel veel mens. Ja, absoluut. Oké, vragen uit de zaal. We hebben een paar minuten, dus aarzel niet. Ja, er is een vraag daar. Precies. Kunnen jullie allemaal samenwerken met elkaar om die kant op te krijgen? Ja. Meneer met de wit baard. Wie gaat... Daar komt de microfoon aan. Gooi maar. Voorzichtig, ja. Helemaal goed. Iedereen weer wakker. Ja. Hallo. Graag. Ik ben nog van voor het digitale tijdperk. Hè. En als het nu gaat van ik ben nu fysiek hier... ik heb ook een computer, ik had ook kunnen inloggen om hier te zijn. Nou ben ik niet de enige hier, ik zie dat er heel veel mensen zijn. Mijn vraag zou zijn, waarom zijn die mensen niet online en waarom zitten ze toch hier? Nou, ik kan meteen zeggen, er zijn mensen die hier zitten, maar er zijn ook mensen die online meekijken. Uiteraard. Dus maar het heeft allebei zijn plek. Ik kan de vraag, u kan dat misschien de vraag online zetten. Maar mijn vraag is hier aan deze mensen. Waarom zijn die hier? Ik kan wel vertellen waarom ik hier ben. Maar ik kan de antwoord van deze mensen niet maken. Ja, ja. Want ik vind veel belangstelling. Ja, daar zijn we altijd blij mee. Maar even, er is wel iets interessants gaande. We hadden een sessie hiervoor waar Mirjam Wermoet van de HKU vertelde dat haar studenten op dit moment heel erg gericht zijn op niet-digitale dingen. Er is een soort... ook een online vermoeidheid ontstaan, waar er een nieuwe waardering is voor het niet-digitale. Oké, het is een beetje een beweging die op en neer gaat natuurlijk. Niemand wil nog de hele dag zonder zijn telefoon rondlopen. Dus we zijn eigenlijk de hele dag met z'n allen in die metaverse. Hè. We zijn al de hele dag online met elkaar verbonden, met elkaar bezig. Maar wat zien jullie gebeuren met die combinatie van bij elkaar, niet bij elkaar? Ik denk dat het... Een misconceptie is dat mensen denken dat het digitale het fysieke gaat vervangen. Ik geloof daar niet in. Ik denk toen er e-books ontstonden, dachten ook mensen dat boeken gingen verdwijnen. Nou, ik lees nog steeds graag een boek. En dat is hetzelfde met online experiences. Ik denk niet dat het een vervanging is van een fysieke experience. En dat het eerder een... Ik kijk het liever positief dat, om maar een voorbeeld te nemen, het concert van Travis Scott in Fortnite is door 45 miljoen mensen gezien. Ja, hoeveel van die mensen, waarschijnlijk allemaal kids, hebben de mogelijkheid gehad om hem live te zien? Ja. In financieel, of hij komt niet in de buurt en zijn groot fan. En al die mensen kun je dus wel een Travis Scott experience geven op dat moment, die ze anders niet zouden krijgen. En daarnaast ben ik zelf fysiek en online geweest. En het heeft allebei, het is iets aparts. Het is niet ter vervanging van
Maar het zijn natuurlijk wel mooie tussenvormen. Want iedereen is eraan gewend bij een voetbalwedstrijd. Dat je of je zit in het stadion, een paar mensen eigenlijk. Ja. Of je kijkt in de kroeg met je vrienden. Ja. Of je kijkt thuis op de bank. En toch heeft iedereen het gevoel, we zijn met z'n allen samen iets aan het meemaken. En dankzij Beyond Sports kunnen we nou nog wekenlang daarna allerlei variaties op die wedstrijd met elkaar afspelen. Ik, dus, zie dat, ik zie dat ook inderdaad als een vervolg van de kijkerscijfers van sporten gaan allemaal omlaag. En dat heeft te maken met de generatie die nu gaat komen. Wij zijn opgegroeid met die sport en we kijken het heel graag. Maar die generatie hierna die denkt, ja, het boeit me niet. Het is niet snel genoeg, het is niet spectaculair genoeg. En bedrijven als Beyond Sports die proberen dat inderdaad wel aantrekkelijk te maken voor die generatie die hierna gaat komen. Want het is, doen ze het niet als sportsleague zijnde, dan gaan er gewoon sporten verdwijnen, denk ik uiteindelijk. Ik hou helemaal niet van voetbal en ik zit al 30 jaar alleen maar achter mijn computer. Ik ben laatst voor het eerst in de arena geweest bij een Nederlands, wat was het, Nederlands-Duitsland wedstrijd. Is een fantastische ervaring, ongelooflijk. Ja. Je maakt het mee. Dus die extreme vormen. Wat denk jij? Ja, nee, ja, ik op zich wel een interessante opmerking van de meneer in de zaal. Ja, wij maken zaken die je zeg maar kan zien digitaal, maar ook perfect voor premières hier. En dus ik vond die eigenlijk best wel bijzonder om mee te maken. Die gekke duo-vorm in Dubai, de première waarbij je met 100 man zeg maar zat, maar iedereen deed wel zeg maar zijn headset op en zat dus in die Cineverse. En vervolgens zet je hem af en kon je gelijk met elkaar bespreken wat je er eigenlijk van vond. En dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat je gelijk met elkaar interactie hebt. Dat je de ervaring kan delen met elkaar. Ja, dus dat zal zeg maar, ja goed, dat vond ik interessant, maar dat, dat zal blijven. Het zal niet alleen maar digitaal zijn. En de definitie van tegelijkertijd is ook veranderd. Hè? Ik bedoel, wie kinderen, tieners als kinderen heeft, weet, dit is Stranger Things Week. Ik bedoel, en het maakt niet uit dat mensen niet precies hetzelfde moment kijken. Dit is de week dat iedereen het hele nieuwe seizoen uitkijkt. Ja. Dus tegelijkertijd betekent ook iets anders dan het voorheen was. Eén of twee vragen uit de zaal, dan gaan we afronden, dames en heren. Vragen? Nee? Ja? Nee? Nee, ik kan jullie heel moeilijk zien, dus je moet even roepen als je een vraag wilt stellen. Ik heb nog geen antwoord. Direct bij de borrel gaan ze het u allemaal vertellen, waarom ze überhaupt hier zijn. Oh, gevaarlijke actie daar. Frank, heb jij een vraag? Nee, ik, ik krijg een ding toegeworpen. Maar nee, ja, even over de meneer, weet je waarom je hier bent. Ja, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal sociaal. Mijn zoontje bijvoorbeeld, ja, die zit de hele dag achter zijn computer. Maar die heeft naast zijn game continu een Discord-lijn openstaan met een paar vriendjes. En er komt enorm gelach en gekrijs uit die kamer. Ja. Dus ja, dat is zijn manier om via Roblox inderdaad en dan parallel of andere games via Discord contact te hebben. En nou ja, wij zijn wat ouderwetser, dus wij zitten graag in een zaaltje. Ja. Het is overigens wel interessant om te zeggen van, we hebben het over de metaverse en nieuwe mediakanalen en dergelijke, maar Discord is echt gewoon een nieuw mediakanaal waar mensen bij elkaar komen en dingen organiseren, et cetera. Ik wil afronden met jullie gedachten over, je bent een mediabedrijf, je maakt video's, wat moet je ermee? Wat is nou relevant? Voor jou is duidelijk van jullie maken video's, dingen, maar als gewoon mediabedrijf, kijk je naar deze ontwikkeling en denk, nou, we zullen het zien? Of zeg je van, wij gaan onze fans daar zoeken? Of, wat? Ja, kijk, wij zijn gewoon hier als bedrijf om zeg maar hele mooie interessante verhalen te maken. Hè. We maken premium reality en premium documentaires. Ja, wie onze afnemers zijn, dat is voor ons gewoon interessant. Ja, er zijn gewoon meer, vanuit ons meer opdrachtgevers die zeg maar onze content willen. Ja, zo zie ik dat. Maar wij zijn natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt in deze setting, omdat we gaan een klassiek mediabedrijf zijn. Een onderdeel van de metaverse op een andere manier. Precies, ja, ja. En een onderdeel van een nieuwe vorm van financiering ook. Jullie zien heel veel wat er langskomt natuurlijk, en mediabedrijven ook. Ja, ik zie tweeledig. Aan de ene kant inderdaad hoe kan de experience die een mediabedrijf brengt aan kijkers of mensen die het willen ervaren naar een volgend niveau tillen. Nogmaals, Gen Z en alles wat komen gaat, die willen niet meer gewoon zo televisie kijken. Dat is voor hun gewoon saai eigenlijk. En ten tweede, ik denk dat er met alle techniek ook een hele culturele evolutie gaande is, waarbij het hebben van een community, inderdaad input in producten en daarmee bezig zijn en daar een invloed hebben op wat er getoond wordt en op welke manier en wanneer. Dat zijn dingen waar ik denk elk bedrijf zich op voor moet bereiden. En dus ook media.
We hebben, om af te sluiten, er was een filmpje van jullie wat even niet leek te werken, maar het werkt nu wel. Dus die gaan we nog even afspelen. Allee. Om te zien waar ze dan uithangen in Roblox. Laat maar even kijken. The music awards. Ja. Dank jullie hartelijk. Ja. Dank je wel.